En dan sta ik hier nu bij... Henny Zwanen. Henny, je hebt een prachtige mooie outfit. Voor de hoeveelste keer sta je eigenlijk in de ton? Ik sta voor de 7e keer in de ton en ook tevens de laatste keer. Ik heb altijd gezegd, voor mijn 65 wil ik 1 keer in de ton staan. En in goede gezondheid mag ik morgenavond om 12 uur mijn 65e verjaardag hier tussen deze geweldige ploeg inluiden. Ik ben Drik van de Vogelenpik en eigenlijk van jongs af aan was ik al geïnteresseerd in 30. Maar ja, de meesten die van voor 1950 zijn, die weten dat toen nog Vogeltje Pik heette. Daarna is pijltjes gooien geworden en nou weet het voor 30. En het is een circus voor het, hè. Ik zie jullie wel kijken naar mijn mooie plakplaat, hè. Allemaal zelf gekocht, hè, in de Hoofdstraat. En betaald mee gewoon geld, hè. Niks wit gewassen. Inluiden. 7 jaar, 65. Ik kan me heel goed voorstellen dat je op dat moment zegt, ik stop ermee. Maar dat lijkt me geen makkelijke beslissing. Nee, de beslissing is niet makkelijk. Ik heb er lang over gedacht. Maar er zijn nieuwe dingen op mijn weg gekomen waar ik zelf helaas nog niks van naar buiten kan brengen. Maar waar de geruchtenmolen in Rijen al van op volle toeren draait. En dat zijn dingen waar ik met heel veel plezier naar uit ga kijken. Ben je nu aan? Nou, als je dan een beetje hogerop wilt... En je wil wedstrijden gaan gooien, ja, dan moet je toch een sponsor hebben. Ja, ik en de Mulder hier op de rijen. Ja, die wou mijn eerste shirt wel sponsoren natuurlijk, hè. Ja, ze waren alleen vergeten die je zak leeg te kloppen. Dus ik zag zo wit als een kloon natuurlijk van de mijl wat erin gezeten had. Ja, nou heb ik een schoon shirtje. Met alle sponsornamen erop. Behalve van de gemeente Gielse Rijen. Ja, eerder die iets besloten hebben, dan zijn er weer 4 onderzoeksbureaus verder en 3 ton lichter... En het zadel is al 4 mannen afgelopen. Tja. Mijn eerste wedstrijdje. Ik, 14 jaar inmiddels. Want toen ging de tijd nog sneller als nou. Op fietsje nog eens. Dacht er nooit bij de banner. Dus ik om 1:06 wegreden. Dacht ik, zaten in de wintermannen. En zomers dan doen ze dat niet. Hè? Dan is meer windsurfen. Hè? Ik kom eraan in Gils bij de banner. Zet mijn fietsje daar tegen de gevel aan. Ik naar binnen toe. Ik zeg, ik ben er. Ja, jullie kunt er om lachen, maar in Gils kunnen ze daar echt niet om lachen. Nog minder als... Miranda de Hoon, Marijke van het Laverijke. Miranda, ik heb begrepen dat jij voor de eerste keer in de ton staat. Ja, dat klopt. Hartstikke leuk, ik heb er heel veel zin in. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dus jullie hadden al de kaarten gekocht. Godverdomme, zeg. Ik had er nog net zelf eentje, hè. Maar ik heb eerst even een mededeling van huishoudelijke aard. Dus dat is heel even serieus nog. Het is wel een moeilijke zin, dus opletten. Deze Saul is gebaseerd op fictie, met fictieve personen, met fictieve namen. Mocht iemand zich onverhoopt toch herkennen in een van deze personen, dan is dat gebaseerd op pure toeval. Einde mededeling. Hoe ben je er zo ver gekomen om in die ton te gaan staan? Kan je er iets over vertellen? Nou, ik zou eigenlijk Maak van Gol zou ik eigenlijk samen doen, s'avonds sabbelen. Maar de omstandigheden is die, doet hij eigenlijk een jaar niet mee. Dus ik zei van nou, dan ga ik gewoon alleen. En gisteravond zijn we natuurlijk begonnen, donderdagavond. Vanavond de tweede avond. Kun je iets zeggen hoe de eerste avond is gegaan? Nou, de eerste avond was helemaal top. Ik was wel heel zenuwachtig, want ik moest ook als eerste opkomen, omdat ik debutant was. Maar na de eerste lach ging dat weg en hij verliep helemaal goed. Ik heb helemaal leuke reacties. Oké, super. Even... Ik ben Marijke van het Laverijke en ik woon in het winkelcentrum onder de roltrap. Ik zal eerst vertellen hoe ik daar terecht ben gekomen. Ik had een vage kennis en die ging op vakantie voor een half jaar. Nou vroeg hij aan men of ik zijn kruidentuintjes van de Albert Heijn wou verzorgen. Ik zei, wel ja, breng ze maar naar men, dan zeg ik er wel voor. Ik had die potjes lekker voor het raam gezet in de keuken, want ze hadden heel veel licht nodig, zei hij. Kan je... Nou, die hey. Opschrijven. Kan je heel mijn vensterbank volstaan. Nou, stoi ik op in de morgen in de keuken een broodje te smeren. Zie ik Jan Boelhouwer heel de tijd van mijn raam dripselen. Ik naar de voordeur en vraag of hij misschien wat kwijt was. Marijke, zei hij, mag ik eens even bij jou binnenkomen? Ik zei, nou Jan, ga je altijd? Ik zei, heb je mijn plaatjes al gezien? Ja, zei die, daar kwam ik eigenlijk voor. Ik zei, hoezo, wil de stekske dan?
Nee, zit, die weet jij wel, dat jij die helemaal niet mag houden. Want dat is wiet. Ik zei, dat minder jij niet. Ja, en nou moet ik jouw huisje voor een half jaar sluiten. Ik zei, ja, maar dan kan ik het toch niet uit. Nou, zit hij, maar jij mag hier ook een half jaar niet wonen. Dus jij moet bij een ander gaan logeren. Dat kan helemaal niet, zeg ik, want ik geloof niet dat iemand men een half jaar wil hebben. Ja, jullie wel dan? Ja. Nou, zei Jan, omdat jij nog geen strafblad hebt, nog niet, mag jij wel zo lang bij men wonen. Ik zei, nee Jan, ik kan je niet in Tilburg wonen, ik ben geen zekerd. Ze hebben er niks beters in de rijen. Hij naar het gemeentehuis bellen en overleggen en nog eens overleggen. En ze waren eruit. Ze hadden een oplossing gevonden. Nou, zei hij, vooruit, jij mag van men een half jaar in het Laverijke wonen. Als je ook een beetje op de veiligheid let, want de boa's kunnen... Ben ik ondertussen aangekomen in het zweethok van de Sauwelaars. En dan sta ik hier bij niemand minder als Corrie Maas, die al heel wat jaren de smink verzorgt. Corrie, mag ik je heel even storen? Heel even dan. Hoe lang doe je dit al? 35 jaar. 35 jaar alweer. En hoe ben je er eigenlijk bijgekomen? Ik ben erbij gekomen door het vragen van meneer Spekenbrink. Die heeft mij gevraagd. En in de eerste instantie deed het meneer, hoe heet hij ook alweer? In ieder geval iemand vanuit de toneelvereniging die deed het. En daar heb ik het van overgenomen. Fantastisch. En waar zit voor jou de uitdaging in? De typetjes. Gewoon lekker bezig zijn. En langzaam maar zeker onder mijn vingers mensen voelen veranderen. Heb je daar een grote voorbereiding voor? Of doe je het hier te plaatsen? Ik wil heel graag de typetjes van tevoren even weten, dat ik me even in kan leven. En ook even kijken wie de types zijn die het spelen, om een beetje te kijken wie het zijn en een gevoel bij te krijgen. Helemaal de wagen in elkaar gereden. Het was pechklap bij ons in de straat. Ze hadden niet gestrooid van de gemeente. Ik denk, ik op hoge poten naar de gemeentewerf staat Adje van de Veken daar. Ik zeg, Adje, hadden jij niet kunnen strooien bij ons in de straat? Pechklap. Hij zei, zoutjes op. Ik zeg, wè? Ik gaf hem een pinaat, die kreeg hem mee op mijn ogen en terug, zeg. Hij zei, oh, ik bedoel het, zoutjes op. Ik had zo'n blauw oog, eerlijk waar. Zo'n blauw oog had ik. Dat moet ik wel zeggen. Dat wij vroeger als klein mannetje thuis altijd met een blauwe oog rondliepen. Want de vader had altijd een heel aparte kijk op kinderbijslag. Ja, dat is ook apart, hè? Nee, maar luister even. Ik heb natuurlijk niet zo'n makkelijke thuis zitten. En ik moest dat thuis nog even gaan vertellen natuurlijk, dat mijn wagen in elkaar zat. Ik denk, dat moet ik een beetje romantisch aanpakken, hè? Ik had een bak vol met warm water laten lopen. Ik had lekker sopje in gedaan, dat lekker ruikt, een paar kerstjes aangestoken. Ik denk, als ze naar thuis komt, kan ze gelijk aan de navas. Maar ja, mee kwam ze binnen. Ik denk, oh, nou gaat het spannend, hè. Ik zeg, vrouwke. Ik zeg, niet kwaad hoor. Ik zeg, maar ik heb heel mijn ogen in elkaar gereden. En is een maximaal overdrijf. Potverdorie, Fritske. Nou heb ik net een nieuwe autoradio gekocht en je hebt niet ineens een auto. Je zegt, ho, vorige week heb ik een nieuw setje bij je haas gekocht, daar heb ik ook niet van gezeten. Les stond ik hier op het Ratersplein te wachten, staat burgemeester Boelhouwen even man. Hij zei, hoe gaat het ermee, Fritsie? Ik zei, nou, zeg, mag ik niet klagen, burgemeester. Hij zei, weet jij eigenlijk wel waar ik vandaan kom? Ik zei, nou, niet van de rij, want daar weet er niet zoveel van. Nee. Ik kom van Indonesië. Weet jij wel waar dat ligt? Ik zei, nou, bij ons werkt er in het Indonesië. Ik kom elke nacht op de fiets, dus zover zal het niet zijn. Denk. Ja, en dan sta ik hier bij Jan van der Velde, voorzitter van de Rijse Carnavalstichting. Jan, jij moet een heel tevreden mens zijn. Nou, Corné, ik ben sowieso tevreden. Gisteravond hebben we een leuke avond gehad. De zaal was goed bezet. Vanavond volle bak, zaterdag volle bak. Ik ben zeer tevreden.
Ja, dat horen we natuurlijk heel erg graag, want iedereen doet natuurlijk ontzettend zijn best. Kun je iets vertellen hoe zo'n Sauwelavond gaat? Wat het belangrijk is voor de Rijnse Carnavalstichting? Of... Nou, het is heel belangrijk voor de mensen die in de zaal zitten, dat de Sauwelaars eigenlijk wel iets over het dorp vertellen. Van de mensen op een ludieke, maar wel op een faire manier. Je mag de mensen best in de maling nemen, maar wij zeggen wel eens in de zeik, dat moet je niet doen. En dat is eigenlijk de kracht wat de Sauwelaars hebben hier zo, om dat naar voren te brengen. En dat heeft meestal wel heel veel succes. Oké, en hoe uitziet dat? Ik wou iets voor het goede doel gaan doen, daarom ben ik collectant geworden. Ik ben gestart bij die gevaarlijke kruising daar in de Stationstraat. Ik wou naar het vat gaan, spoorbomen gesloten. Oh, dat duurde toch lang, hè. Dat ze dat toch in de tunnel maken onderhand. Ja, toen ben ik maar omgedraaid. Ik ging op zoek naar café Noten, Bom, Kledingzaak, Pix. Was niks meer van terug te vinden, joh. Ik kwam wel langs kapsalon Fix Me Up, bakkerij Batimoer, Adams Place, bruidsmode Laila, uitzendbureau Jalan. Ja, u lacht ermee, maar ik ben nog niet klaar, hoor. Kapsalon Kossa, kapsalon Julia, kledingreparatie Moesak. Ja, toen ben ik weer maar gestopt, hoor. Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat we een multiculturele winkelstraat hebben hier in de Rijen, hè? Toen ben ik maar een bakje koffie gaan drinken bij Smaak op het terras. Er staat dus een bordje op tafel. Wij serveren volgens het DHL-principe. Ja, ik wist het ook niet, maar na een uurtje wist ik het toch. Ja, 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 DHL-principe duurt heel lang. En staat Rob daar bij een tafeltje af te luisteren. En hoort hij allemaal iemand vertellen dat die man pas zijn vrouw had moeten geven. Ja, en Rob die vraagt gelijk met heel veel interesse. Waar kunnen Erik zijn vrouw afgeven? Ja. Hij zeet wel zachtjes hoor. Ik denk dat Annie-Elke het niet mogen horen. Bij de Chinezen in de Hoofdstraat ging ik ook naar binnen. Zie ik die Chinees nog snel de Playboy wegstoppen. Poh. Ja, ik zeg, daar kan je ook eens wel van openen, jongen. Annelie Reuzer. Annelie, wat leuk dat je weer bij de Sauwelavonden bent. Je draait er heel wat jaartjes mee. Dat klopt. Ik denk dat dit de 8e keer is. De 8e keer alweer. En altijd goed bevallen als solo in de ton te gaan staan? Zeker, zeker, ja. Ja, en toen kwam natuurlijk voor jou een grote stap. Want vorig jaar dacht je bij jezelf, ik ga het anders doen. Wat had je voor jezelf bedacht? Nou, het was... 2 jaar leuk geweest als heks. En Peter is degene die helemaal in het begin, toen ik in Rijen kwam wonen, mij eigenlijk erbij heeft betrokken. En die was natuurlijk gestopt al een tijdje. En ik dacht, dan zou het gewoon echt leuk zijn om een keer een duo te doen, een uitdaging. En dan met mijn maat, hè, met Peter. Dus ja, vandaar. Ik heb het hem gevraagd en hij zei ja. En wie is Peter precies? Peter Staring. En Peter Staring, had je ook een... Je waart weer asielzoekers aan het helpen, zeker? Ja. Ja, dat vind ik zo zielig, hè? Ja. Dat al die mensen wel zo ver komen, hè? Om hier een hond of een kat uit asiel te zoeken. Wat zeg ik? Hoehoe. Ja, en deze is nog de fatsoenlijkste, hè, van het stel. Ons incontinentia bijvoorbeeld, die zit vast. Echt, die had tegen een boom al staan te pissen. Ja, en toen had ze een bekeuring gekregen. Toen had ze tegen Johan Klaas gezegd, kende hij niet een keer wegvegen? Had hij gezegd, nee mevrouw, in deze geval echt niet. Nou, dat vond ze flauw. Die hebben daar een relstand te schoppen tegen die een boom in de Garden Masters. Goh. En dan hadden we ook nog onze Frigidia. Die komt als ze klaar is. Kunnen wel afschrijven dus, hé? Die kunnen ze beter een keer opschrijven. En ons Pygosia, die zit vast. Op de afdeling verminkingen. Ja, nou werd ze wel met open armen ontvangen. Dat is waar, ja. Oh, en ons Depressia, die was hier dan straks nog. Die kan zo meteen nog gerust even binnenvallen ergens, hoor. Oh, oh. Nou, daar redden ze net. Ja. Geen
paniek hoor, dat doet ze heel vaak zo. Nee. Ben jij nou allemaal op hoe treuzels in de spinnen? Nee, Jetter. Ik heb een hekel aan spinnen. Ja. Yeah. Over nog een uur zitten fietsen en dan nog niet vooruit gaan. Ja, ik begrijp heel goed. Jij met jouw ervaring in de sponsorcommissie. Een hele belangrijke commissie lijkt mij voor de Rijkscarnavalstichting. Ja, de sponsorcommissie is een commissie bestaande uit 5 personen. En ja, die moeten zorgen dat er voldoende kapitaal binnenkomt om alle evenementen te kunnen organiseren. Van een kindercarnaval optocht, een grote optocht, het Sauwel evenement. Ja, daar gaat heel veel geld mee gemoeid. En dat is allemaal via sponsoring dat we dat binnen gaan halen. En hoe uitziet dan die sponsoring in zo'n evenement als de Sauwelavonden? De sponsoren die worden in ieder geval op een grote doek tentoongesteld via de Beamer, zeg maar. En dan hebben we dit jaar weer voor het eerst gelukkig een nieuwe Sauwelsponsor. Kindermakelaarij en kinderassurantie. Daar zijn we heel erg trots op en heel erg blij op. We hopen dat dat contract nog vele jaren we mogen voortzetten. Natuurlijk onze hoofdsponsor weer dit jaar, de Rabobank. Ja, daar zijn we ook hartstikke blij mee. En natuurlijk ook alle andere sponsors die al onze evenementen mogelijk maken. Want ja, je vergeet heel makkelijk een naam van iemand. Maar alle sponsors, klein en groot, in materieel of in geld, iedereen is belangrijk. Goedenavond allemaal. Ja, door al die drugsbanen op de rijen ben ik tegenwoordig een beetje zweverig, hè? Dus ik in de Formido, we hebben een glas en bol gekocht. Kom ik thuis, zegt onze Jan. We hebben nou weer voor een lelijke vissenkom meegebracht. Ik zeg, dat is mijn glas en bol. Ik heb een gave. Ik kan in de toekomst kijken. En het werkt, want ik wist al bij Vubad dat je weer zo zou reageren. Nou, zei onze Jan, de enige gave die jij hebt, is uw uitgave. Jij kijkt naar Tom Paimaas. Ja, dat is wel zielig hoor. Die heeft last van een stijve nek. Want hij zit al heel nacht op een Viagra-pilletje te sabelen. Hij was laatst bij een apotheek voor die pilletjes. Vroeger de apotheek had ook een recept. Nee, zegt hij. Maar ik heb wel een foto van ons Marij. Ja, en dat is fijn, hè, blond zijn. Ik had er nog les nog met onze wethouder, Aletta van der Veen, over. Ze zei, ja, als je blond bent, kun je overal over meepraten, ook al heb je geen bal verstaan van. Ja, daarom ga ik op zondag ook wel eens naar de voetbal, hè. Daar hebben een club van 100, die denken dat ze ook verstaan hebben van voetbal. Staat er bij de ingang Hans Balk lotjes te verkopen. Ik heb dan al lang in mijn bol gezien dat ik toch geen prijs heb. Ja, ik gooi mijn geld echt niet over de balk gooien. Stoor je daar langs de lijn, begint Jan van Beek een hele keer te roepen. Hé Grens, waar is uw hond? Ik heb geen hond, zei die grensrechter. Wij zijn Jan, blind en geen hond. Ja, en dan sta ik hier bij Hans Malles, Nestor van de Sauwelaars. Want Hans, hoeveel keer sta jij wel niet in de ton? 22 jaar. 22 jaar alweer, dat is carnavalesk, 2 keer 11. Kun je nog iets vertellen hoe het 22 jaar geleden voor jou allemaal begon? Hoe ben je er eigenlijk bijgekomen? Nou, 22 jaar geleden kwamen ze naar mij toe en dan waren die sauwelaars, ik zal het allemaal niet opnoemen. Er waren nog van die lolbroeken, maar er waren echt gezellige mensen. Die zeiden, Hans, kom eens een keer langs. Misschien is het wel interessant om een keer mee te sauwelen. Nou, ik kwam daar binnen in de huiskamer bij, en die zei op een gegeven moment, hey jongens, dat gaan wij proberen. Ik zeg, nou al, ik mocht gelijk meedoen. Ik vond het fantastisch. En ik vind dat, ja, ik moet erbij zeggen, ik vond het ook spannend. Want ik wist niet waar ik aan begon natuurlijk. Want er waren toen de sauwelaars, die waren echt iemand in de rijen toen. En die zeiden van, nou, jij moet gewoon meedoen. Ik zeg, ja, en dan? Nou, je gaat in die ton staan zeggen, je prat zoals je altijd prat, dat is goed. Hebben jullie dat gezien hier in de Nassauland? Er stond een ooievaar in de tuin met je bordje eronder. Merel. Dat hebben toch geen verstaan van vogeltjes, hè?
Ik mag tegen onze burgemeester Jan zeggen. Ja, dat komt omdat hij zo hiet, hè. Dat is met onze prins wel anders. Als je daar Jan tegen zegt, dan komt hij niet. Zeg de Willem, komt hij ook niet. Zeg de Jan Willem, komt hij alleen. Vroeger les tegen nog heel zo'n men. Waarom wonden jullie op de rijen en wij gewoon in Gils? Ik zeg, jongen, er loopt een breuklijn in de aardkast tussen Gils en de rijen. En die plot van Gils zakt steeds dieper weg. Dat komt omdat hij die plot van de rijen omhoog drukt. En daarom wonen wij op de rijen en jullie in Gils. Maar Gils zal altijd in onze herinnering blijven met een gedicht bij ons op een gevel. Er was in Brabant een plekje, het was Gils, op de kaart maar een vlekje. Die een breuklijn over de Gilse baan, kwam Gils en de rijen steeds verder van elkaar te staan. Je zag Gils steeds dieper wegzakken, terwijl ze de regen ondergaan probeerden vast te pakken. En rijden maar stijgen en stijgen, terwijl zij riepen dat we ze niet klein krijgen. En uit de diepte hoorden we te pas en te onpas dat vroeger niet beter was. En wij keken over de raad en riepen met z'n allen dat niet, maar wel. Wat is de Swish eigenlijk? De Swish was vroeger de ordebewaarder in de kerk. En nu probeer ik de zouwelaars een beetje onder controle te houden. Lukt dat een beetje? Oh, nou, eigenlijk niet. Ik heb begrepen dat je hebt aangegeven dat dit de laatste keer voor jou is. Ja. Maar ik kan niet anders herinneren dat jij het altijd hebt gedaan. Hoe lang doe je dit eigenlijk al? Dit wordt het 16e jaar. Het 16e jaar. En daarvoor, hoe ben je hier op deze functie gekomen? Ik zit nu 35 jaar bij de RCS. Daar heb ik 16 jaar bij de Raad van Elf gezeten. En daarvan heb ik bijna 30 jaar bij de Technische Commissie. En toen toen stopte ik met de Raad van Elf. En toen kreeg ik de kans om Swiss te worden. Toen weer 3 avonden bij de Zouwelen. Nou, dat vond ik fantastisch natuurlijk. Dus zodoende is het gekomen. Dat lijkt me geen makkelijke beslissing. Afijn, ik heb eens gekeken naar Engeland toe. Daar een heel warm toernooi mee gedaan. Stelde niks voor, eerst de ronde eruit, terug naar de rijen. Ja, de markeerde wij om een gewicht, zei ze. Nou was het niet de voorkant, want die spoiler die hier zit, die heel weg gekost. En die is dat wij niet voorovervallen als we stand te gooien. Contragewicht eigenlijk. Het zat meer in de heupen. Ik naar Easy Gym. Naar Yvonne Peters en Monica Wens. Ja, en die maakte men een heel ander mens, hè. Je kunt dat wel zien, hè. Ze begonnen daarmee men in te wikkelen. Echt in krimpfolie. Het is van die doorzichtige folie die je over de kerstdoek al 3 weken een blauw plekje op zit, maar dat je eigenlijk zonde vindt om weg te flikkeren. Nou, zo deze daar rond mijn buksken, hè? En je kunt toch echt wel zien, zeker hier op de eerste rij, hè? Ja, dankjewel. Kees, luister even mee, want jullie zien het wel. Af en trainen daar. Een paar liter thee erachteraan, want dat is goed voor de vochtafdrijving. Engelse melange. Ook dat nog. Maar ik moest ook een plek hebben om rustig te trainen. Nou zijn er die maar 2 op de rij, hè. De boer. En het gemeentenaars. Nou moet ik zeggen, bij de boer, dat was wel heel erg rustig. Ja, en op gemeentehuis, ja, daar hadden dan Rolf Dol zitten. Dat is ook de eerste die het al werkt, want die talent to work. Die kunnen zelfs nog nagels laten lakken. Dus om een lang verhaal kort te maken, ben ik mee met een slaapzak in de laverijen getrokken. En dat bevalt me prima. Het is er lekker warm, ik heb een gratis wifi, dus ik kan gewoon Facebooken en appen. Moet er 's morgens wel vroeg uit, want anders word ik weggeveegd en die je schoonmaken. Dan gooi ik eerst een lekker bakje koffie halen bij de NMT.
En bij de Albert Heijn pak ik een lekker koekje. Dat was trouwens wel schrikken door naar die grote verbouwing. Ik dacht dat ik in het mortuarium terecht was gekomen. Zoveel koelcellen. Iedere keer als ik een pak melk pak, dan ben ik aan het zoeken naar een naamplaatje. Rond een uur of tien ga ik lekker op een bankje bij de MT zitten. En dan moet ik snel zijn, anders zit vol met van die hanghouder net te rijden. En dan begint het feest, hoor. Lekker meesje kijken. Werden dan toch een lelijke meesje in de rijen, joh. Daar had ik nooit zo bij stilgestaan, maar nou word er echt mee geconfronteerd, hè. Ik zie er hier in de zaal trouwens ook zat, hoor, die ik iedere dag voorbij zie komen. Maar dat hadden denk ik wel in al die dorpen, want ik geloof niet dat ze in Geels nou zo knapper zijn als op de rijen. Die Geelse meesjes zie ik trouwens ook heel vaak, hoor, in het Laverrijke. Daar zullen jullie een dagje uit, hè. Die weten niet wat ze meemaken, zulke mooie winkels. En als ik dan rond een uur of elf honger krijg, dan gooi ik even langs Bakker Vroomans en dan krijg ik een stukje brood van Hans de Hoon. Dan gooi ik nog eens langs Piet de Slager voor een worstje. Wisten jullie trouwens dat Jeroen Noten, hè, die een gouden rookworst, zelf vers rookt buiten? Hij is er een hele dag mee bezig, onder het genot van een kopje koffie. Bij Inge van der Bruna mag ik altijd de krant even lezen. En voor een grote en kleine boodschap ga ik lekker bij die krant, bij smaak, op de wc zitten. Ik ben ook een soort visitekaartje voor de meesten. Les kwam er een Engelsman naar me toe en die zei: Do you have 25 cents for me? Nee, zei ik, maar ik weet wel, want die woont als op het Zweesplein.